En tot zover het NOS Journaal van 8 uur met als belangrijkste nieuws. De hoogste Franse rechter heeft vandaag korte metten gemaakt met het omstreden burkini-verbod. Want het is onder meer in strijd met de vrijheid van geloof. En dit was mijn laatste NOS Journaal. Het is tijd voor nieuwe avonturen. Ik ga programma's maken voor Net 5. Ik wil de NOS bedanken voor al het vertrouwen en alle kansen die ik heb gehad. En mijn collega's hier in de studio en op de redactie voor de geweldige samenwerking en de steun. Vooral in barre tijden van heftig nieuws. En ik wil ook u, de kijker, bedanken voor de mooie reacties op mijn vertrek. Ik voel me bevoorrecht dat ik dit werk voor u heb mogen doen. En nou is het tijd. Ik ga toch mijn stem breken. Maar goed, voor de laatste keer zeg ik dan... ik kuch even. Ik wens u een heel mooie avond. En hopelijk tot ziens. Dag. Dames en heren, goedemorgen. Goedemiddag. Goedenavond. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedenavond. Goedenavond. We beginnen met het laatste nieuws. Vanavond om 7 uur is Prins Klaus hier in het AMC overleden. Maar wanneer, op welke termijn, daar hebben wij nu nog geen informatie over. Daar wordt over vergaderd. Het is vandaag een dag van nationale rouw vanwege de vliegramp vorige week in Oekraïne met vlucht MH17. En bij de rechtbank in Amsterdam is Rick van der Westerlaken. De vraag is helemaal of hij hier vannacht nog moet blijven. Dat is nog niet duidelijk. Weg uit de ellende en de puinhopen van de burgeroorlog. I introduce you now to NOS Rick van der Westerlaken. Een heel goede avond. Ja, hier straks op het podium bestaat zometeen de Philharmonie Zuid-Nederland. Weer gezellig daar. Oh god. 2014, een heftig nieuwsjaar met grote gebeurtenissen in het buitenland die ons in Nederland direct raken. Ik wens je nog een heel prettige dag.